Als ik het goed las, Jeffrey, ben jij geboren en getogen Tilburgenaar? Ja, dat klopt, ja. Dat heb je goed gehoord. Hoef jij niet uit te leggen hoe belangrijk die wedstrijd van morgenavond is dan? Nou ja, goed. Ik speel nu in Helmond. Dus hij zal hier net iets anders beleefd worden dan in Tilburg, denk ik. Maar het is natuurlijk wel gewoon een hele mooie wedstrijd, ook voor ons als Helmond zijnde. Ja, tegen NAC morgenavond. Als je kijkt naar de afgelopen wedstrijden van NAC, zou je denken, ja, Helmond Sport heeft geen schijnbare kans. Nou, waarom niet? Wij hebben ook gewonnen afgelopen maandag. We hebben een goede wedstrijd gespeeld in het begin van het seizoen. Dus ik denk niet dat wij bijvoorbeeld kansloos zijn. Ja, dus ik denk natuurlijk de grote massa wel. Maar waarop kun je denk je NAC pakken hier in eigen huis? Nou ja, goed, NAC heeft in het begin van het seizoen ook laten zien dat zij moeite hebben met bepaald spel in de Jupiler League. Tenminste, toen waren de resultaten ook minder bij NAC. Dus goed, wij gaan morgen proberen NAC weer zo moeilijk mogelijk te maken met ons eigen spel. En dan zou ik niet weten waarom het niet zou kunnen. Nee, dan ben je niet bang dat je NAC net een week te laat treft. Nu is Sjoerd Ars aangesloten. Nou ja, goed. Sjoerd Ars is natuurlijk een spits in de Jupiler League die veel goals maakt. Tenminste, vorig seizoen bij NEC wel. Maar goed, wij hebben een goed centraal duo staan. Dus ik heb vertrouwen in die jongens dat zij Sjoerd Ars morgen geen kans geven. Ja, je scoorde afgelopen maandag. Het is denk ik voor jou ook wel lekker. Een tijdje niet gespeeld en dan doe je een keer mee en maak je gelijk de winnende. Ja, dat was lekker, ja. Ja, klopt. 1-0 gewonnen bij Emmen. Winnende goal gemaakt. Ja, goed, is voor mij hartstikke leuk natuurlijk. Maar het belangrijkste was dat die 3 punten meegingen. En ook weer het idee dat je morgen weer die opwachting mag maken, of weet je het nog niet? Ik denk het wel. Heb je visitekaartjes, als het zo mooi heet, in de voetballerij wel afgegeven? Nou ja, goed. Dan weet ik niet of ik dat heb gedaan. Maar ik heb in ieder geval zo goed mogelijk proberen te spelen. En ik heb een goal gemaakt. Ja, goed. Daar zal niet de keuze van afhangen. Maar ik denk dat we als team goed gespeeld hebben maandag. En ik hoop dat we dat morgen weer kunnen doen. Vorig jaar was, daar kun je omheen draaien, niet zo best hier in Helmond. Nu, ja, ze doen een paar wedstrijden onderweg. Nog een beetje vroeg misschien, maar het lijkt, de voortekenen lijken iets gunstiger. Ja, klopt. We hebben in ieder geval een betere start gemaakt dan vorig seizoen. Toen moesten we lang wachten op de eerste overwinningen. En nu hebben we er toch al een paar gepakt dit seizoen. Dus het ziet er inderdaad goed uit, maar ja, we zijn er natuurlijk nog niet. Is dat al een doelstelling? Ja, je wilt natuurlijk de play-offs halen. Is dat ook een doelstelling die jullie hebben? Het is altijd even kijken nog hoe het gaat lopen natuurlijk. Er zijn veel goede ploegen in deze competitie, maar wij willen ons daar zeker mee meten. Ja. Wat verwacht je nou morgenavond voor een wedstrijd? Wat voor een ambiance verwacht je hier te voetballen? Nou ja, goed, NAC is natuurlijk in de Jupiler League een grote ploeg. Een kans hebben voor de titel. Dus ik verwacht dat daar een vol uitvak is morgen. En dat onze supporters ons zullen steunen in deze op papier, zoals je zelf al zei, toch lastige wedstrijd voor ons. Sluiten we af. Voorspelling van morgenavond. Wordt het hier in Helmond? Het wordt 1-0. Dat zei je collega net ook al. Nou, dan zijn we het daarover eens.